Dus was ik even op avontuur, had ik hier een village gevonden. Met hier een blacksmith en een diamond. Dus dat is wel een leuke vondst. Inventaris is wel een beetje vol, maar ik ben zelf van plan om terug naar mijn basis te keren. Hier misschien nog wat verkennen. Zo'n smoker neem ik ook wel mee. Die had ik nog niet. En ook daar zie ik een zo'n outpost. Alleen, ja, ik weet niet of het dat wel waard is. Meestal zitten daar toch niet zo goede items. Dus ik denk dat we hem gewoon even gaan voorbij lopen. Van wie is deze basis? Hopelijk spoor ik niks. Maar als ze dan al een portaal hebben, gaat het reizen naar mijn basis wel veel sneller. Oeh, wat hebben ze hier? Een cactus. Oh, is dat het ding voor bone meal? Ik heb even een bootje nodig. Zo. En dan mag. Wacht. Ik ga hem even een cadeautje geven. En dat is 1 extra iron ingot. Zo, hopelijk zijn ze er blij mee. En ja, hier hebben ze weer een boot, de Black Pearl. Oh, hier hadden ze booten, maar ze zijn waarschijnlijk hun eigen boot, dus vinden ze het waarschijnlijk niet leuk als ik die booten neem, dus dan maar mijn eigen boot. We hebben hier een heel gigantisch oceaan en in het midden van de oceaan hebben we een soort van shopping district waar we allemaal shops kunnen maken. Ik had een mining villager, dus misschien kan ik een mining shop maken, alleen ik heb nog niet genoeg boeken daarvoor. Eerst moet ik nog genoeg zien dat ik boeken heb voor mezelf. En dan nog voor een eventuele shop. Oh ja, dit is het begin. Dit is het begin van de Minecraft serie, want hier spawnen we in het begin. En er was hier zo'n obsidian blok, die staat er nog steeds. Hier is alles begonnen. Wel leuk om die toen weer tegen te komen. Eiland van de shopping district. Er zal waarschijnlijk nog geen shop zijn, maar ja, in de toekomst wel. Ik vraag me af of het eiland wel groot genoeg is. Dat jullie hadden waarschijnlijk al gezien in de vorige aflevering dat ik hier ook was. En toen had ik hier wat villagers en zo gevangen genomen. Zo. Ah, nu heeft hij die trade niet meer. We kunnen nog pompoenen omruilen. Ik toon hem waar mijn plekje is waar ik wil wonen. Ik had het in de vorige aflevering gezien, maar nu kan ik ook nog doen hoe ik er naartoe kan gaan. Gewoon hier dit pad volgen. Daar is dan weer een portaal. Oh, dat is nog best wel lang. Ik had eigenlijk verwacht dat ze dit lopen veel korter ging zijn. En dan zijn we hier. Ben ik weer thuis. Bij mijn waar mijn officiële basis gaat komen. En ik ben weer terug en ik heb nu ook een full diamond armor set. Die had ik hier even in de armor stand gedaan. Maar ik heb hier achter mij iets gebouwd. Jullie vragen je waarschijnlijk af, wat is er achter mij? Wel, dit. Ja, ik was hier al bezig met flink wat te bouwen. Een groot gebouw wil ik hier hebben. En dan kan ik misschien
daarachter nog allemaal tuintjes en zo maken. En wat ik eigenlijk nu wil doen is hier de hele tijd slabs plaatsen. Sandstone nodig om meteen de glas te maken en dan ga ik stilaan de aflevering ook afsluiten, want ik wil ook niet te lang nog verder gaan met deze aflevering. En wat ook handig is, is dat je hebt deze dinges en dan kan je veel goedkoper sterren maken. Oké, jump in het water. Hoe de oude nog gemakkelijk. Bedankt voor het kijken naar de video. Hopelijk hebben jullie genoten. En dan, ik weet niet wat we de volgende aflevering zullen doen. Maar dat zien jullie dan wel. Dus, doei.